Dames en heren, welkom in Venlo, bruisend hart van bedrijvigheid in Noord-Limburg. Ik vind het jammer dat ik vandaag niet bij u kan zijn, want ik kom heel graag op bedrijventerreinen als Fresh Park Venlo. 130 hectare ondernemings- en productiviteit, kennis en logistieke kracht, groene lopen naar Europa, kansrijk klimaat voor regionaal, nationaal en internationaal bedrijfsleven. Dat zie ik graag. En ondernemers hebben ruimte nodig. Maar die ruimte is wel schaars in Nederland. En daarom heb ik samen met mijn collega mevrouw Kramer plannen gemaakt om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Mooi Nederland noemen we dat. Mooi voor ondernemers, omdat ze met hun bedrijf hun vleugels kunnen uitslaan. Mooi voor omwonenden, omdat we tegelijkertijd oog hebben voor omgeving, voor milieu. En mijn hart ligt bij mooi voor ondernemers. En juist nu in deze tijd moet u ruimte krijgen om te ondernemen. En bedrijventerreinen zijn daarbij onmisbaar. Ongeveer 1 op de 3 mensen verdient als een brood. Kortom, bedrijventerreinen zijn de levensaders van onze economie en die moet je vitaal houden. En dat lukt het best door regionaal samen te werken. Ondernemers, provincies, gemeenten, particuliere beleggers. Ga nou samen om de tafel zitten en kijk waar de komende jaren behoefte aan is. En maak daarbij zorgvuldige afwegingen. Begin bij bestaande bedrijventerreinen. Voldoen die aan de eisen van de gebruikers? Zijn ze aantrekkelijk, veilig, bereikbaar? En zo nee, hoe verbeter je dat dan samen? En pas daarna komt de vraag of een nieuw bedrijventerrein een optie is. En zo ja, hoe past dat in het landschap? Hoe benut je die nieuwe ruimte innovatief, multifunctioneel en duurzaam? Regionaal maatwerk. Daar gaat het om, want provincies, gemeenten, ondernemers, u kent uw regio het best. En daarom is het de bedoeling dat provincies en gemeenten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor bedrijventerreinen. En we werken aan een convenant daarover met VNG en met IPO. En daar komt onder andere in te staan dat 6500 hectare verouderd bedrijventerrein moet worden geherstructureerd. Dat is nogal wat. Dus zorg dat u klaar bent om die taak met verve uit te voeren. En kijk naar regio's waar al wordt samengewerkt. Voorbeelden? De West-Achterhoek, waar 4 gemeenten de opbrengsten van nieuwe bedrijventerreinen inzetten voor herstructurering van oude terreinen. Voorbeeld? De Drechtsteden, met hun regionale ontwikkelingsmaatschappij. Leer van elkaar. Inspireer elkaar. En nu zie ik u al denken... Wat doe jij dan, Van der Hoeven? Nou, dan zeg ik u, we helpen een handje mee. En hoe doen we dat? Door met 400 miljoen euro extra bij te dragen aan financiering. Maar ook door het kennis- en leertraject dat op 15 oktober start, met allemaal activiteiten om als professionals kennis en ervaring met elkaar te delen. Maak daar gebruik van, zou ik zeggen. Het motto van dit congres, dat is aan het werk. Ja, het spreekt me aan. Samen aan het werk. Voor ruimte voor ondernemers... En waar? In een mooi en welvarend Nederland. Ik wens u een vruchtbaar congres toe en ik zie uit naar de resultaten.